Heb je de tape? Hoe kon ik het vergeten? Geen zorgen, Miss Wheeler. Het doet geen pijn. Kijk ze nou. Wensley en Enid zijn kleine kinderen. En ze schijnen ondeugend te zijn. Oh, wow. Mijn haar. We moeten haar helpen. Niet bewegen, Miss Wheeler. Er staan zware straffen op zulk gedrag op Nevermore Academy. Politie! Stop, ik ben van de afdeling om de stoutste kinderen te bestrijden. Wie had gedacht dat een simpele grap tot dit kon leiden? Wednesday, waarom duurde het zo lang? Miss Wheeler slaapt te veel. Wednesday en Enid zijn te jong om alleen in de gevangenis te zitten. Dus moeten hun moeders hen gezelschap houden. Wat een enge cel! Al dat web en zijn achtpotige bewoners. Hebben ze hier een regenboog opgeblazen? Deze felle goedkope kleuren zullen ons allebei ziek maken. Wednesday en haar rijke moeder zullen deze cel nooit leuk vinden. Mam, wat moeten we doen? Ik heb een idee. Hey Enid, kom hier. Raak niets aan. Ik stel voor om van cel te wisselen. Neem het geld en laat de spin aan ons over. Deze kleurrijke nachtmerrie past duidelijk beter bij jou. Nou, het is moeilijk om het daar niet mee eens te zijn. Enid, we gaan verhuizen. Oh, dat bevalt me hier beter. We hebben nog werk te doen. Mooi. Laten we het nog leuker maken. Het is tijd om met je heropvoeding te beginnen. Ik ga niet. Ja, je gaat wel. Opvoeding is belangrijk. Gewoon natuurlijk. Enid, gedraag je en leer alles wat officier Wallace zegt. Kom op, meiden. Ja, ziet er goedkoop uit. Rijke moeder Wednesday moet wel een hekel hebben aan zo'n slechte inrichting. Maar ze weet hoe ze het kan oplossen. Dure gothic inrichting zal ervoor zorgen dat de meisjes zich thuis voelen. En de finishing touch? Nu kunnen jullie hier wonen. Arme moeder Enid vindt het ook niet erg om haar cel op orde te krijgen. Het is jammer dat zij niet over dezelfde magie beschikt. Maar fantasie wel. Je kunt niet te verre kleuren hebben. Ik neem alleen wat tandpasta. Het zal best veel zijn. Laten we wat water toevoegen. Nu goed roeren. En het is klaar. Alleen Enid kon de regenboogverf kiezen voor het decor in de gevangenis. Nu hebben we onze eigen regenboog. Ha, leuk. Mijn dochter zal het geweldig vinden. Nu is het perfect. Tijd om wat licht toe te voegen. Maar niet voor lang. Maak je geen zorgen. Dit is geen ontsnapping, maar gewoon een grapje voor onze buurman. Maan. Oh. Hey, wil je een snack? Vang het. Nu maar hopen dat Enid niet meteen in de cel in een weerwolf verandert. Hey, dit zijn bewijzen. Geen speelgoed. Doe ze weg en laten we verder gaan met de les. Nou, het is moeilijk om deze meisjes te heropvoeden. Jullie eerste opdracht is 5 plus 7 jaar is gelijk aan... Je antwoord? Hey, neem de telefoon op. Nu. Doet ze een oorpijn? Ik zei, neem de telefoon op, kleine criminelen. Wednesday, laten we hem misschien gewoon opnemen? Nee, dat maakt onze lessen saai. Het is daar, de telefoon. Neem op. Anders heb je een wereld van problemen. We snappen het niet. Het is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de eerste les in de gevangenis al voorbij was voordat het begon. Hey, waar ga je heen? Kom terug. Nu. Nou, wat vind je van onze cel, Enid? Nu is het onze stijl. Wat vind je ervan, Wednesday? Vreselijk gedaan, mam. Ik vind het mooi. Het is mijn favoriete foto. Nou, iemand heeft honger. Officier Wallace, het is tijd voor een hapje. Het eten is klaar. Bon appétit. Wow, dat kun je de weerwolven niet serveren. Nou, in ieder geval iets. Nou, de meisjes kunnen niet hongerig blijven, toch? Hoewel, weet iemand hoe je die havermoutstenen moet eten? Dat eet ik niet. Probeer je voor te stellen dat dit kip is. Oh, wat moeten we doen? Wat een geur. Lekker. Het is geen donut, maar toch lekker. Het is tijd voor een dutje. Dit is een mooie gelegenheid om te profiteren van de onweerstaanbare liefde van de officier voor zoetigheid. Phew! Alleen blijkt die liefde zo sterk dat het nieuwe blik slagroom al leeg is. Ik heb een idee. Wie is daar? Hoera, ik hou van slagroom. Wacht, laten we onze smaakpapillen oefenen door met onze ogen dicht te eten. Oké, nu gaan we. Zo lekker. Ik presenteer u ons kenmerkende gerecht. Gevangenis havermout. Het is walgelijk. Dat had ik verwacht, maar je hoeft niet boos te worden.
We hebben een speciaal menu voor rijke gevangenen. Alsjeblieft, mevrouw en mademoiselle, kies wat uw hartje begeert. Als je het hebt natuurlijk. Hoe dan ook, alles voor je geld. Blijkbaar was Wednesday's moeder niet onder de indruk van het rijke menu. Immers, deze meisjes zijn niet zoals gewone rijke mensen. Wat betekent dat ze speciale smaken hebben. Een web met een spin in plaats van room en een goudstaaf in plaats van kaas. Dat klopt. Alleen de Addams Family zou dit gerecht lekker vinden. Ik kan daar niet naar kijken. Ik heb echt iets nodig om mijn gedachten af te leiden. Oh, ik vergat de pagina af te scheuren. Met zo'n stressvolle baan. Geen wonder dat ik geheugenverlies heb. Vrijdag de 13e is een speciale datum voor onze gevangenen. We waren het bijna vergeten. Init, is alles klaar? Fijne verjaardag, meisjes. Een speciale taart voor speciale kinderen. We hoeven hem alleen maar in tweeën te delen. Stop! Scherpe voorwerpen zijn verboden in de gevangenis. Ik neem dat in beslag. Maar hoe moet ik nu snijden? Ik heb een oplossing. 1 minuut. Klaar, probeer dit. Het zou moeten werken. Wow, dank je. Ik hoop dat het je bevalt. Init, dit is jouw helft. 100% pure chocoladecake voor Wednesday. En een zacht aardbeienkoekje voor Init. Ik heb een cadeautje. Wow. Dit is voor jou, dochter. Wow, Marokkaanse annelids. Ik wist dat je ze leuk zou vinden. Tuurlijk, er zijn er nog maar 50 van in de wereld. Nou, nu zijn er nog maar 20. Wacht hier, ik heb er nog een paar voor je. Geweldig, ze zijn zwart. Bedankt, mam. Het is nog niet alles. Ze is zo mooi. Op bestelling gemaakt. Ik hou van haar. Niet guren. Open je ogen. Tadaa. Wow, ik droom al zo lang van een Barbie-pop. Dank je, mama. Oh. Oeps, dat geeft niet. Het is gewoon onze natuur. Ik heb een idee. Init's failliete moeder zou nooit een nieuwe pop voor haar dochter kunnen bestellen. Wow, interessant. Maar ze kan alles met haar eigen handen. Je kunt met haar elk kapsel leren. Vind je haar leuk? Reken maar. Mijn kleine slang, vond je de pop leuk? Ik zal me altijd het goede herinneren. Daar houdt de pret niet op. Je gaat spelen met Wednesday. Ik doe alles wat je wenst. Zet nu dit slot hier. Ja, zo. En deze daar. Goed gedaan. Hoera, nu weet ik hoe ik moet vlechten. Nou, Wednesday's kapselpop is realistischer. Arme officier Wallace viel zelfs flauw van de stress. Leef ik nog? Ben ik in de hemel? Eens kijken. Nee. Het is meer alsof ik in een levende hel ben. 5000, 10, 20. Een cocktail voor VIP-gevangenen. Hier is je geld. Okidoki. Wacht, ik kan meer bieden. Wow, leuk. Het kan allemaal van jou zijn als je me laat ontsnappen. 100, 200. Het spijt me, mevrouw, maar dat gaat niet. Anders ben ik klaar. Nog een fijne dag. Een lelijke snor. Ik verzin wel iets. Denkt officier Wallace echt dat Wednesday zo makkelijk opgeeft? Hij zou deze sluwe vrouw niet zonder toezicht moeten laten. Alleen naïeve kleine meisjes weten niet hoe ze vingerafdrukken moeten nemen. Dat heb ik geleerd toen ik 6 was. En met mijn soort geld kan ik alles krijgen wat ik nodig heb. Zelfs in de gevangenis. En ook heb ik hier niets superduurs nodig. Behalve wat goudstof. Eigenlijk wil jij het misschien niet, maar ik wel. In tegenstelling tot mijn gebrek aan verlangen om te trouwen. Ik zal nooit trouwen. Nooit. Ik heb belangrijkere dingen te doen. Hey, hoe ben je eruit gekomen? Doei doei. Hallo, ga terug naar je cel, dame. En geen uitbraken meer. Het is nog niet voorbij. Ik zal een manier vinden. Je zult het zien. Je had er niet over moeten opscheppen. Init lijkt ook iets op het spoor te zijn. We hebben een gewoon slot. Wat betekent dat we een gewone sleutel nodig hebben. De nagelvijl zal het werk doen. Mijn weerwolfklauwen helpen me altijd. En wie zegt er nu dag? Dit slot is moeilijker te kraken dan ik dacht. Laat maar. Ik heb nog 9 klauwen over. Nu heb ik er nog maar 5. Plan A is mislukt. Laten we plan B proberen. Het is moeilijker om uit deze gevangenis te ontsnappen dan het op het eerste gezicht lijkt. We zullen onze straf moeten uitzitten. Dag na dag ging voorbij en de moeders van de meisjes verloren hun hoop op een vervroegde vrijlating. Maar de kleine Wednesday en haar vriendin Init waren niet gewend om op te geven. Thing, geef het door aan Init. Thing, wat is het? Laat me eens kijken.
Oh, dit is een boodschap van Wednesday. Laten we hier uitbreken. Huh? Graag. Het lijkt erop dat Enid lang heeft gewacht op het aanbod van Wednesday. En aan hun gereedschap te zien, zijn de meiden klaar om drastische maatregelen te nemen. Laten we overgaan tot het belangrijkste deel van het plan. Auw, het doet pijn. Help me. Wat is er gebeurd? Gaat het? We willen je niet van streek maken, maar jij bent degene die hier niet in orde is, agent. Want Enid en Wednesday doen het geweldig. Goed gedaan, meisjes. Oh, Sandwich. Net op tijd. Nu gaan we rennen. Oh, wat is er gebeurd? Enid, word wakker. Enid, de officier is weg. Oh, hij zal wel gewoon slapen. Dat betwijfel ik. Wednesday, ik heb geweldig nieuws. Dus maak je klaar. Tada! Ik verwacht een baby. Wow, jij bent ook zwanger. We worden allebei moeder. Ik ben blij. Hoe gaat het, liefje? De baby schopt de hele tijd. Hij is waarschijnlijk een toekomstige voetballer. Eens kijken. Nou, als je dochter geïnteresseerd is in sport... Ik krijg een meisje. Ja, gefeliciteerd. Hoe gaat het met de aanstaande mama? Dus geen klachten dan? Wednesday, kijk, je draagt een meisje. Nou, dat ziet er niet uit als een kind. Wacht, waar is ze gebleven? Er is iets mis. Hey, dat is geen speelgoed. Daar is ze alleen. De baby lijkt van streek door iets. Zo lacht ze, net als haar moeder. Bedankt, Doc. Natuurlijk, altijd. Oh, oh. Ah! Het is tijd om een kinderkamer te regelen voor mijn kleine schoonheid. We gaan zoveel mogelijk van die mooie bloemetjes op haar bed zetten. Echte prinsessen horen in bloemen te rollen. Mijn dochter krijgt ook bloemen. Speciale bloemen. De Venusvliegenvanger zal mijn kind beschermen tegen ongenode gasten. Opgevulde Pikachu en mooie Barbie zullen perfect zijn voor mijn dochtertje. Plusje Monsters wacht al op mijn meisje. Er ontbreekt iemand. Nu is iedereen er. Kijk eens naar dit schattige ding. Met zo'n muzikale wiegmobiel is het helemaal niet eng meer voor mijn meisje om hier te slapen. Dat is precies wat je nodig hebt voor zoete dromen. Mijn wiegmobiel is op bestelling gemaakt. Niemand zal er ooit zo één krijgen. Pugsley, blijf liggen. Ik moet de wieg testen. Nog één ding? Oh, mami. De wieg is goed. Schat, kom hier nu. Ik wil iets. Hamburgers en snoep. Geen sprake van. Kom op, dat is niet gezond. Nou, dat is niet genoeg. Waarom, als een zwangere vrouw iets wil, moet het gewoon eten zijn? Ben je gelukkig, liefje? Ja, het is perfect nu. Ik hou van pedicures. Schrijf in de comments welke kleur de nagellak is op mijn tenen. Ik wacht. Ik wil eten. Nu, wat is dit? Een roze nachtmerrie? Ik eet liever een rauwe worm dan dit. Maakt me misselijk. Vervang het. 1 seconde. Nou, smaken verschillen, weet je. Dat is beter. Je kunt dit tenminste eten noemen. Hoewel, ik vind het niet erg om uit te hongeren. Maar niet vandaag. Is het zo moeilijk om te zien dat ik eigenlijk niets kan zien? Zou jij het eten van Wednesday of Enid kiezen? Laat het ons weten in de comments. Waar is Pugsley? Ik verveel me. Ik wil dat hij me vermaakt. Ik word een geweldige jongleur. Oeps, of misschien toch niet. Ik hou van goudvispedicures. Goudvis? Is het schillen voor kinderen? Ik kies de hardere vissen. Ga je gang, piranha's. Hete badkamer met roze aromaolieën. Niet voor mij, ik hou van ijswater. Met zo'n schattige eend is het nemen van een bad zo leuk. Ik heb iets beters. De voedoepop is gewoon perfect. Wow, mijn klauwen hebben zorgvuldige verzorging nodig. Dank je, liefje. Je bent de beste. Het is tijd voor een manicure. Venus, ga! Zelfs Wednesday en Enid's zwangerschaps-spa-behandelingen zijn speciaal. Het is winkeltijd. Mijn ogen kunnen er niet tegen. Het is beter zo. Ik vraag me af wat Enid en Wednesday willen kopen voor hun toekomstige baby's.
En natuurlijk wil de kleine enge vriend van Wednesday zo'n belangrijke gebeurtenis niet missen. Alles is zo helder. Ja, het is alsof de Rainbow Friends hier zijn opgeblazen. Wow, ik denk dat ik het gevonden heb. Oh nee, dit is de laatste. De kinderwagen is van mij. Ik zag het eerst. Ready, set, go! Wow, dit conflict ziet er serieus uit. Zal de vriendschap van de meisjes echt eindigen door een kinderwagen? Pardon, kan ik je ergens mee helpen? Ik snap het, ik kan het niet. Ik kan beter een tijdje uit hun buurt blijven. De kinderwagen is van mij. Hij is paars, hij past niet bij jou. Mijn moeder gaat winnen. Ik denk het niet, klauwmeisje. Oh, het was sterker dan normaal. Deze pijn is niet echt prettig. Ik denk dat het begonnen is. Relax. Hallo, ik luister. Hallo? Vreemd, gewoon stilte. Oké, ik heb een visioen. Je bent klaar. Mama. Oké, mijn wandelwagen. Enid, we moeten hier weg. Maar hoe zit het met een kinderwagen? Vergeet de kinderwagen. Rennen! Wow, ze zijn eindelijk weg. Ach, die mama's. Boah. Ah, mijn wandelwagen. Maak het jezelf gemakkelijk en vergeet niet te ademen. Ik adem. Ik adem. Dat is goed. Maak je nu klaar om te persen op mijn commando. En vooral, Wednesday, herhaal naar mij. Deze vrolijke dokter irriteert me. Waarom is het zo moeilijk om te zwijgen? Ik ben hier ook aan het bevallen eigenlijk. Ugh, ik heb gelezen dat schreeuwen de pijn verlicht. Oef, geweldig, Enid. Je baby komt eraan. Wednesday, je doet het geweldig. Wow. Wanneer is dit voorbij? Woe, voelt als nu. Wednesday, blijf duwen. Hij houdt me voor de gek. Je bent er bijna. Oh ja, ik voel het al. Niet ontspannen, laatste zetje. Kom op, dochter, het is tijd. Oh, kijk eens hoe schattig ze is. Nou, ik moet toegeven, nu zie ik wat vreugde betekent. Enid, duw, doe het nog een keer. Daar is je meisje, gefeliciteerd. Dank je, dokter. Welkom op deze wereld, mijn kleine schat. Ze lijkt zoveel op jou. Ze is jouw kleine kopie. Wednesday, ik weet zeker dat onze meisjes de beste vriendinnen worden. Ik zou het niet erg vinden. Nou, het allerbeste voor jullie. Mogen ze gezond zijn. Ik heb de directeur al gevraagd om je onze oude kamer te geven. Dat is geweldig. Zo kreeg Nevermore Academy 2 nieuwe studenten. Maar daar eindigt het verhaal van Wednesday en Enid niet. Altmeisje en zachtmeisje nodigen jullie uit voor een Wednesday Addams Look Makeover. Ik ben zo blij dat we vrienden zijn. Tijd om te knuffelen, knorretje. Oh, nog steeds niets in de stemming. Mijn kleine vleermuis, je bent mooier dan Halloweennacht. Communiceren, meiden? Proberen te socialiseren, pap. Heb medelijden. We moeten de werkgebieden scheiden. Ik plak de prinses later vast aan de stoel. Wat ben je van plan? Zo volwassen. Wees een braaf meisje, donderwolk. Niet meer dan 5 explosies per dag. Afgesproken, mijn schattige kakkelak? Ik luister. Tot ziens, onze nachtmeriespin. Oh, je zit altijd in mijn zwarte hart. Ciao, zulke schattige ouders. Het eerste element is klaar. Ik heb geen geluk gehad met de buurvrouw. Het lijkt erop dat we veel sombere dagen tegemoet gaan. Voor mij, het instrument van de chaos. Ja, deze kleur geeft perfect mijn gemoedstoestand weer. Dat is een goed idee. Kan ik je wonderrollen lenen? Ik hoop dat je het voor slecht gebruikt. Je bent de beleefdheid zelf. Laten we beginnen met de renovatie. Ik tover hier een zacht frambozenparadijs. Joehoe, geweldig ontwerp. Wat ben je aan het doen, meesteres van de duisternis? Duik in een trance en onthul je diepste geheimen. Koningin van de strikken. Je weet hoe je me moet inspireren, Evie. Wat verlichting voor het roze koninkrijk. Ze is op dreef. IJzer moet ongewenste gasten wegjagen. Het wordt walgelijk fantastisch. Decor van de auteur. Uitdaging aanvaard. Vind je mijn zwierige slangen mooi?
plus 100 voor het algemene slaapkamercomfort. Mooi! En het web is moeilijker om mee te werken dan ik dacht. Laat me nu gaan, achtpotige. Heilige eenhoorn! Oké, lieve Lucy haast zich om te helpen. Ik wist niet dat insecten gevangenen namen. Beefinsecten? Hoe ga ik mijn droevige kasteel afmaken zonder handen? Dat zijn klauwen. Laat me je probleem oplossen. Ik ben gered. Manicure is boven alles, Spider-Girl. Nou, dan... Aha, dank je. Nu zullen we een gemeenschappelijke basis vinden. Achoo! Make-up staat in brand, Lou. Skelet in de kast is mijn beste. Eng! Evie's glitching. Ik verdraag zo'n nachtmerrie niet. Een bezoekje gebracht en dat is genoeg, popje. Er zijn dingen te doen in mijn crypte zonder jou. Zacht beddengoed voor de mooiste dromen. Het kan geen kwaad om nog een paar interessante details toe te voegen. Schitterende kamer. Voor rituelen. Binnentuin. Easy peasy. Hangt de tarantula. Voor een feestje. Of melancholie. Ik wacht de bloemen in de lente, jongens. Het hele charmante gezelschap verzameld. De sfeer voor mijn creatieve proces georganiseerd. Ze zeggen dat het juiste moodboardje een oppepper geeft. Graag gedaan, de makeover is geslaagd. Trouwens, een $1 miljoen gedachte. Laten we ons bij hen voegen. En nu komt een naaister in het spel. Ik speel met een naald. Ik hoef alleen maar een paar nette steken te maken. Je bent een nuttig apparaat. Laten we het ophangen. De kap is zelfs beter dan ik had verwacht. En klinkt geweldig. De donkere fluwelen gordijnen stonken naar een existentiële crisis. Durf je me tegen te houden om een gotisch roman te schrijven? Kijk naar deze magie. Wow, het lijkt erop dat het tijd is voor muziek. Laat de pret beginnen. Oh, ik hou van dit liedje. Ik zal haar wat echte groovy dansjes laten zien. Dus laten we voluit gaan. Die gravin van verdriet verpest mijn feestje weer. Ik zal zelf het volume van onze zwarte zwaan zachter zetten. Dat is het einde van een muzikale marteling. Bah, ik lijk wel een rockster. Vreemde sensaties. Oh nee, laten we snel terug veranderen.